De hele maand januari staat natuurlijk ieder jaar weer in het teken van afvallen. Feestdagen zijn geweest, we hebben allemaal een dikke speklaag opgebouwd. En de meeste mensen zijn nou eenmaal niet gedisciplineerd genoeg om naar de sportschool toe te gaan. Ik ben er eigenlijk ook wel eentje van. En nu heb ik een receptje gevonden die ik ga proberen. En dat is een thee met een aantal natuurlijke ingrediënten. Waarvan je dus schijnt af te vallen. Dit moet je in de ochtend nemen. En dan schijnen de kilo's eraf te vliegen. Dus wij gaan even proberen, we gaan hem proeven. Ik ben erg benieuwd, dus kijk mee. Wat heb je hier allemaal voor nodig? Nou, voor thee heb je natuurlijk altijd warm water nodig. Dus die staat hier, het heeft net gekookt. Het is nog een beetje aan het afkoelen, zodat ik het snel kan proeven. Daarnaast heb je honing nodig. Dat is wel lekker natuurlijk. Lekker zoet. Honing heeft ook een hele goede antibacteriële werking. Kurkuma. Kurkuma is een soort wonderkruid wat uit India komt. Wat iedereen tegenwoordig gebruikt en overal ingooit. Een beetje cayennepeper. Pittig eten, dat stimuleert de spijsvertering. En dat is dus hartstikke goed om af te vallen. Kaneel. Kaneel heeft ook een antibacteriële werking. Sterker nog, de combinatie van honing en kaneel wordt wel eens omschreven als de gouden combinatie tegen verschillende ziektes. Daarnaast wat citroensap. Citroensap zit natuurlijk bordevol vitamines. En ja, dit is allemaal nog lekker. Dat klinkt op zich nog wel lekker als combinatie. Maar wat er dan bij komt, is iets waar ik misschien nog wel een beetje zorgen om maak. Qua smaak dan. En dat is appelsiederazijn. Dat wordt vaak in de keuken gebruikt. Ik heb het zelf nooit gebruikt, maar je kan het gewoon bij de Albert Heijn of welke supermarkt dan ook krijgen. En dat is dus hetgene waarvan ze zeggen, nou dit doet het hem in combinatie met anderen. Dus dat gaan we even doen. Ik doe het even in een potje. Thee drinken uit de mason jar is gewoon helemaal 2017. En ik heb het ook omdat je dan mooi kan zien hoe het erin is en zo. Ik doe een beetje water. Doe ik in... Ik doe eerst de ingrediënten, anders doe ik sowieso te veel water wat ik heb. Dit is dan de thee, de detox thee, de afvalthee. Het is tijd om het te gaan proeven. Als ik nog aan het glas voel, dan voel ik dat het nog echt wel een klein beetje het heet is. Dus we gaan even 2 minuten wachten en dan ben ik zo weer bij jullie terug. Je moet het wel opdrinken terwijl je het net hebt geroerd. Want de kleine stukjes peper en zo, die lossen niet makkelijk op in het water. Sterker nog, die lossen helemaal niet op in het water. Dus je gaat weer even roeren met de verkeerde kant van het lepeltje. En als het dan allemaal aan het draaien is, is het tijd om het te proeven. Ik ga het eerst even ruiken. Nou, dat ruikt op zich best lekker. Oh. Oh, dat is serieus best lekker, man. Echt serieus. Ja? Ja. Nou, ik ga het niet proeven. Nee, echt. Dit is echt lekker. Ik zit niet te focussen of zo. Nou, ik zou dit best kunnen drinken voor mijn ontbijt. Ik had verwacht dat het heel zuur zou smaken. Omdat er natuurlijk azijn in zit en er zit citroensap in. Maar het valt eigenlijk wel mee. De honing proef je heel duidelijk. De kaneel proef je heel duidelijk. De peper... proef je eigenlijk niet. Misschien een beetje, ja, als je het doorslikt, dan proef je er wel wat van. Nou ja, kortom, het ruikt niet heel lekker, maar het is wel heel lekker. Ga dus nooit meteen op een geur af. Probeer dit ook zelf uit. Laat weten wat je ervan vond. En vond jij deze video nou leuk? Vergeet je dan niet even te abonneren. Dat kan je doen door eventjes hier te klikken op de button. En dan zie ik jou graag de volgende keer terug bij een nieuwe video. Van handig. Video. Nieuwe video. Dat is handig. Nee, jongen, nee! Het is lekker! Het is lekker! Het is echt lekker! Ik drink het gewoon op.